Hele goedemiddag iedereen en welkom bij weer een nieuwe video van Cars & People. Vandaag zijn we op de tweede dag van het Oldtimer Festival in Venhuizen. Yes. Het is inderdaad twee dagen, twee paasdagen. En ja, waarom zijn we de tweede dag? Omdat er natuurlijk veel andere klassieke auto's weer aankomen. Dus die gaan we natuurlijk ook even op de video zetten voor jullie. Ja, er staan weer een grote variatie van andere auto's die er gisteren niet stonden hier buiten. En die gaan we mooi filmen voor jullie. Zeker. Daarnaast hebben we nog onze mooie dart voor aanstaan. Dan gaan we mensen lekker een gratis rondje mee laten rijden. Ja. Dus veel plezier, veel kijkplezier. En laat even in de comments weten wat je van de video's vindt. En of je misschien een auto hebt gezien die jij ooit hebt gehad. Of een mooie herinnering aan hebt gehad. Zeker, zeker. Volg ons kanaal ook natuurlijk, hè. Meerdere video's gaan volgen, meer festivals gaan we langs. Jullie krijgen nog veel meer van ons te zien. Tot zo. Hoe komt dit? Er staat weer heel wat moois, hè. Heel wat andere auto's dan, dan gisteren. Alles is te koop. Alles is te koop, lijkt wel. Ja, 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 ja. Oké. Ja. Ja. Ja, met permissie van Wiep. Ja. Dat heb ik nog nooit gezien, jij? Kijkers laten weten. Deze auto is in de Tweede Wereldoorlog ingemetseld om uit de handen van de Duitsers te blijven. Nou, dat is goed gelukt, begrijp ik. Story. Ja, die ligt behoorlijk laag op de grond. Ja. Ik denk dat er air ride op zit. Waarschijnlijk heeft die air ride erop zitten. Ja, ja, inderdaad. Met de drempels hier in Nederland. Sorry, hoeveel kan je er nog over? Alle grote Amerikaanse bakken en een heel klein DAF. Het is een mooie tweede dag. Je kan dus met je auto aankomen rijden en je kan hem dus hier neerzetten. Vandaar dat het zo al veel andere klassieken staan dan gisteren. Heel mooi deze cave. Triumph. De details laten zien. Super mooi interieur natuurlijk. Kijk eens.
bij het stuur filmen bij deze. Dat is grappig voor als je het vergeet. Grappig als ik het vergeet. Er hangt een briefje. Naar je toe. Kijk. Omlaag. Het is altijd goed om te herinneren hoe je moet schakelen. Mooie kleurencombinatie. Ja, echt. Echt een rock'n'roll tijd. Je hebt turquoise toch? Heel mooi. Super uniek hoor. Bandje eromheen, dat het niet open vliegt. Zo, moet je eerst kijken hoe het mooi is. Ah, ik start en lopen. Dat er maar heel weinig van gemaakt zijn. Ik ga even snel zijn briefje kijken. Het is ook weer goed druk trouwens. We zijn net een uurtje open. Het stroomt alweer aardig vol. Zien al die mensen die erbij lopen die zoveel herinneringen hebben aan de klassieke auto. Ik hoor ze al zeggen, jeugdsentiment. Mooie Giulia hier ook. Ook zelf nog een mooie Giulia. Het staat weer genoeg vandaag. GT. Heel mooi uit. Niet alleen auto's aanwezig, ook oude brommers en motors.
Hey Gerard. Super, ik zal Mina er even heen sturen met de kaartjes. Jo, is goed. Naar de Dodge. Nou mensen, ik ben het wel kwijt. Ik weet niet verder te zijn. Strijdler, Sunlap, alles rijdt ertussen. Zo, dat waren er heel wat. Je GT 1900, dat had ik zeker nog op ons lijst zien. Mooie MG. Waar ik de wc van? Nou, met de kaart. Ga maar door. Dag chauffeur, mag ik maar een rondje lopen in de bus? Super, helemaal goed, mooi. Een hele unieke bus natuurlijk. Is er maar één van gebouwd? Ja, één van gebouwd, ja, heel mooi. Heel mooi. Een behoorlijke lange zo te zien. 18 meter. 18 meter, hoeveel mensen kunnen er in totaal? Oh, strikvraag. 73 personen. 73 personen. Exclusief chauffeur, en wat daar staat is inclusief chauffeur. Oké. Heel mooi. Uit welk jaar is hij? 1980. Kijk eens, tijdmachine dit. Bruine kleuren. Kan er net aan lopen. Heel mooi. Kijk eens. Stof genoeg. Mooi hoor, hier nog tafeltjes erin. Mooi. Dat is wel mijn favoriete plek, achter in de bus. Kijk Mina, doei! Mijn favoriete plek hier hoor. Echt terug in de tijd. In 1980 was ik nog niet geboren hoor. Mooie woes hoor. Zeker. Hoe oud is die? 1980 komt hij. Mooi, al de bruine stof en zo. Echt een tijdmachine. Ja, echt heel mooi. Hier ook zo. Zij ook al, er is er eentje van gebouwd. Een wc'tje. Tja. Genoeg stof. De kleur wat helemaal in was. Hier de oranje gordijntjes. Ja. Die zie je niet meer. Echt een tijdmachine.
Nou, mijn favoriete Amerikaan zag ik net ook naar binnen rijden. Ja? Wat zag je naar binnen rijden dan? De Ford Thunderbird. Oké. Ja, ze gaan nog een uurtje hier weer lopen en dan staat er weer heel veel nieuws. Ja. Leuke details. Ook met oldtimer. Tjongejonge. Gerard, als je dit ziet. Tjongejonge. Op het normale parkeerplaats doen. Er zijn zoveel auto's gekomen ja, dat het gewoon al helemaal vol staat. En ik heb gehoord dat er nog heel veel oldtimers op het normale parkeerplaats staan. Dus dan gaan we ook gewoon even een rondje lopen natuurlijk. Zo, lekker druk. Ja, heerlijk. Mooi. Voordat hier nog veel auto's staan, gaan we hier ook even een rondje kijken. Hoi! Hoi! Ja, zeker, zeker. Thank you.
Zo, ik kan hier wel de hele dag blijven staan, zullen jullie zien. Ik ga toch nog even een rondje op de parkeerplaats lopen, even kijken wat er staat. Hey Stitchy, heb je het gehad jongen? Zoveel lopen, afgelopen 2 dagen. Ga je lekker slapen jongen? Hey.
Zo, tweede dag zit er ook weer op van het oldtimer event in Venhuizen. Wat een mooie dag was het weer. Zeker. Twee prachtige dagen, zoveel mooie auto's gezien, mooie mensen ontmoet. En heel veel flyers uitgedeeld. Heel veel flyers inderdaad. En ook bedankt voor de organisatie natuurlijk, dat wij zoveel auto's mochten neerzetten. Ja. Dat vinden wij super mooi natuurlijk. Hoe bekender wij worden, hoe leuker wij dat vinden natuurlijk. Zeker weten, zeker weten. Vooral toen we aankwamen. Was het al meteen van, joh jongens, kunnen jullie wat meer auto's neerzetten? Dus dankjewel organisatie daarvoor. En we gaan natuurlijk ook gewoon volgend jaar een hele mooie event neerzetten hier. Met misschien wel twee keer zoveel auto's. Kijk, zeker weten. Bedankt voor het kijken iedereen. Ja, like natuurlijk deze video. Volg ons kanaal voor veel meer video's natuurlijk. En dan zien we jullie bij de volgende. Tot de volgende.